Zouden we niet beter zelf het Russische gas afsluiten? Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Bas van der Hout, econoom en journalist bij De Tijd. En vandaag gaan we het hebben over Russisch gas. Want zouden we niet beter zelf die Russische gaskraan kunnen dichtdraaien? Nou, ik ben daar zelf al een tijdje voorstander van. Puur omdat ik wil dat we niet de oorlog van Poetin in Oekraïne financieren. Maar dan is het uiteraard wel belangrijk om te kijken van ja, wat zou er kunnen gebeuren als we dat doen? Nou, daar ga ik het zo meteen over hebben. Eerst wil ik even zeggen dat als je meer wil weten over de gascrisis, economie of over de beurzen, abonneer dan op mijn YouTube kanaal Boel, Bear en Bas. Druk op het belletje en krijg je een update zodra een nieuwe vlog online staat. In Europa hadden we het eigenlijk al vrij vroeg over een embargo op Russisch gas en olie. Maar ja, het probleem was dat Duitsland buitengewoon afhankelijk is van Russisch gas. Maar de econoom Zweden van Wijnbergen die schreef in de Nederlandse Volkskrant al een scherp artikel. Waarin hij zei, ja, er zijn toch wel wat substitutiemogelijkheden voor gas. Hè. Zo kunnen bijvoorbeeld kolencentrales of kernenergiecentrales die bijvoorbeeld in Duitsland gesloten waren. Die zouden weer uit de mottenballen gehaald kunnen worden. En ja, relatief snel weer energie kunnen produceren. Nou, begin juli waren er signalen dat Rusland zelf de gaskraan mogelijk zou dichtdraaien. En ik heb toen gezegd van ja, eigenlijk kunnen we dat beter nu zelf doen. Want ja, als Rusland het zo meteen doet, dan zitten we en economisch fout. Maar we zitten dan ook nog eens moreel fout, omdat we het zelf niet eerst hebben gedaan. En nu zien we dus ook dat Rusland daadwerkelijk die gaskraan bijna helemaal dicht heeft gedraaid. Er komt nu nog zo'n 9% van wat er voor de oorlog kwam, komt er nu naar Europa toe. Want Poetin die heeft gezegd vorige week vrijdag dat hij de belangrijkste gasleiding dichtlaat naar Europa. Totdat Europa de sancties tegen Rusland opheft. Maar het opvallende is dat de gasprijs sinds vorige week vrijdag dus is gezakt. En toch ook behoorlijk stevig. Dat zie je op deze grafiek. Dat heeft waarschijnlijk te maken met dat er veel speculanten in de markt zaten die toch de prijs opdreven. En die zijn blijkbaar erg gevoelig voor de signalen die Europa heel duidelijk geeft van we zijn bezig met het hervormen van die energiemarkt. Wat zouden de gevolgen zijn als we dus die gaskraan dichtdraaien? Nou, ik heb daarvoor gebeld met Matthias de Tremmerie. Hij is een gastrader. En hij zei van ja, het is lastig te bepalen hoeveel het zou uitmaken als we die overige 9% stoppen. Maar hij zegt, als het een koude winter wordt, dan kun je wel snel in de problemen zitten. Maar wat wel opvallend is dat hij ook zegt van ja, mijn persoonlijke mening is dat we beter wel dat gas kunnen dichtdraaien van Rusland. Want uiteindelijk, over een paar maanden komen we toch waarschijnlijk in die situatie terecht dat Rusland dat zelf doet. De Tremmerie die wijst er verder op dat Europa hard bezig is om over te schakelen naar vloeibaar gas, LNG. Er wordt ook heel veel geld tegenaan gegooid, zegt hij. Maar het probleem is wel dat er bottlenecks zijn in Europa, waardoor het moeilijk is om gas bijvoorbeeld naar Duitsland te sturen. Nou, hij zegt dat gaat wel tijd kosten, maar hij zegt als ik naar bepaalde markten kijk, dan zie ik wel dat ze denken dat dat in de toekomst redelijk opgelost raakt. Ik sprak daarnaast onafhankelijk energiespecialist Jan-Willem Zwang. Hij zegt ook, ja, ik denk dat het beter is als Europa het zelf afsluit. Dat is een krachtiger signaal. En hij zegt van ja, Noorwegen bijvoorbeeld zou ook nog extra kunnen leveren. Net zoals bijvoorbeeld Nederland. Want Nederland heeft ook gasvoorraden. En dat ligt politiek wel lastig. Maar hij zegt van ja, Europa moet wel echt serieus dat overwegen om ook te kijken naar de eigen productiemogelijkheden. En daarbij stelt hij ook voor om langetermijncontracten af te sluiten voor LNG. Zoals bijvoorbeeld ook Azië dat al langer doet. Bijvoorbeeld Spanje heeft een behoorlijke LNG-capaciteit. En dat land dat heeft onlangs gezegd dat het zo'n 8 tot 9 maanden duurt voordat een nieuwe gasleiding naar Frankrijk kan worden getrokken. Nou, dat zou wel een belangrijke sprong vooruit zijn. Nou, ik wil zeker niet de indruk wekken dat het allemaal wel los zal lopen. We hebben echt een enorm gasprobleem in Europa. Maar dat hebben we eigenlijk nu ook al. Maar dan nog wel met die 9% die uit Rusland komt. Nou, het wordt dus gewoon ellende waarschijnlijk. Maar we komen er ook waarschijnlijk wel weer overheen. Tot die tijd is het goed om alvast na te denken hoe je gas kunt besparen thuis. Wat ik bijvoorbeeld doe is dat ik gewoon koud douche. En dat zou je dus ook kunnen doen. Het is echt wel te doen, kan ik je vertellen.
Nou, vond je deze video interessant? Vergeet dan niet te liken en te delen met je familie en vrienden. En dan zou ik zeggen, tot volgende week en doei! Lende, maar uiteindelijk komt het wel weer goed. Hopelijk. Nee, het klinkt raar. Is het een raar einde of niet? Ja? Oké, top.